Nu snap ik waarom mensen zeggen dat het een moeilijke opgave is om na mijn vader te praten. Dus ik ervaar het nu. Zijn excellentie, president van de Republiek Suriname, de heer Santokki. Vice-president van de Republiek Suriname, meneer Brunswijk. Voorzitter van het parlement, meneer B. Leden van de Hoogste College van Staat. Leden van de Raad van Ministers. Overige hoogwaardigheidsbekleders, coalitieleiders en andere genodigden. Goedemorgen. Dames en heren, in tijden van crisis hebben we extra behoefte aan verbroedering en sociale verbinding. Vandaag gedenken wij voor het eerst in Suriname de Dag van Nationale Verbroedering en Eenheid. Deze dag valt samen met de Internationale Dag van de Vrede, oftewel International Day of Peace. Een toeval zou men kunnen zeggen. Maar in vrede samenleven heeft alles te maken met het accepteren van verschillen en het vermogen hebben om naar anderen te luisteren, ze te erkennen, respecteren en waarderen en op een vreedzame en verenigde manier samen te leven. Op deze dag brengen wij hulde aan een van onze voorvechters voor vrede en democratie en dialoog, meester Jagannath Lajmond, meer bekend als Papa Laj. En hernieuwen hiermee de roep tot nationale verbroedering en eenheid. Deze dag is tevens zijn geboortedag. Papa Laj is de grondlegger van de verbroederingspolitiek. En hij zag al heel vroeg de noodzaak tot samenwerken van de verschillende etnische groepen als een fundamentele basis voor de ontwikkeling van dit mooie land. De culturele diversiteit waarmee wij vandaag de dag worden geprezen als te zijn één van de kenmerken van Suriname. En onze Surinaamse nationaliteit is één van de vruchten die mede door de verbroederingspolitiek tot stand is gebracht. Als Surinamers hebben wij geleerd met de bestaande culturele verschillen om te gaan. Dit gegeven moeten wij met z'n allen koesteren en verder verstevigen. In het belang van een vreedzaam Suriname als een belangrijke voorwaarde voor sociaal-economische ontwikkeling en vooruitgang voor land en volk. Volk van Suriname. Suriname is een bonte mengeling van verschillende etniciteiten die verschillende tradities, religieën, culturele en talen bezigen. Ondanks het gegeven dat ons land op dit moment in hele moeilijke vaarwater verkeert, in financieel en sociaal-economisch opzicht zijn wij beslist geen failed state, beslist geen verkeerde staat, juist het tegenovergestelde. Mede door het gedachtegoed van de verbroederingspolitiek van Papa Laj en natuurlijk Jopie Pengel is een stevige basis gecreëerd om samen dit mooie land uit de crisis te tillen en te werken aan een duurzaam toekomst voor ons allen. De grote opgave is nu onze religieuze, culturele en etnische diversiteit goed op elkaar af te stemmen, zodat een harmonische en aaneengesloten geheel ontstaat als basis voor nationale eenheid. Ik dank u en feliciteer u allen met de Dag van Nationale Verbroedering en Eenheid.